Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie me zien is het weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet een gesprek hebben met de supermens? Want ik noem haar Super Sharda. Maar vandaag hebben we in de studio Sharda John. En zij is de oprichter van Black Success Suriname. What we need is a little Q-Time. Hi Sharda. Hi Elena. How are you? I'm doing great, especially because I'm here. So nice. Thank you. Thank you for telling me that. Sharda John. Het is misschien een cliché vraag, maar wie is Sharda John? Want ik ken jou heel anders, maar nu ben je super Sharda. Oh, wie is Sharda John? Een Surinaamse. Hier geboren en getogen. Daarnaast ben ik heel erg gepassioneerd over mode. Over personal development en ook gewoon over het algemeen ervoor zorgen dat ik alles doe waar ik me goed voel. Zodat ik aan het einde van mijn leven weet dat I fulfilled my life. You did all of that. That's good, that's very good. Even een kleine fun fact. Sharda was mijn buurmeisje. En zoals altijd, she was always out there. She was cool, doing her thing. Toen leek ze een beetje verlegen en ze ging naar het buitenland. En suddenly she was a top model, running the runways, doing everything. Ze kwam terug. Ze sprak nog een keer Chinees ook fluently. En je hebt nu een stichting opgezet. Ja. Ja, wat is dat eigenlijk? Hoe is dat van de grond gekomen? Wel, de stichting Black Success Suriname, in het kort BlackSSU. Dat is eigenlijk een resultaat van het feit dat ik altijd ook wel black-minded was en geïnteresseerd in Afro-Surinamers en gewoon black people over het algemeen. Toen dat ding zo geweldig erg werd in Amerika, de United States of America, Black Lives Matter. They still do. Ja, yeah, of course. Maar die movement was dan echt big geworden en ik voelde me echt zo een beetje hopeless. Weet je, zo erg dat soort dingen gebeuren en ik wilde er eindelijk wel iets aan doen. En zo dus ben ik de stichting gestart met de bedoeling om eigenlijk awareness te brengen voor hetgeen dat people of color kunnen meemaken, kunnen ervaren. En om te kijken hoe we daar iets aan kunnen doen. En voor vele dingen in het leven begint het eigenlijk ook toch wel bij jezelf. Ja, want daarmee bedoel ik te zeggen is dat je kan de dingen van buiten kan je niet controleren. Hoe andere mensen naar kijken, kan je niet veel controleren. Maar je kan wel controleren hoe jij ermee omgaat. En met de bedoeling dat je hopelijk het beste eruit haalt voor jezelf. Ja. Dus ik wil daar eigenlijk awareness voor krijgen. Ja. Oké, je hebt het gedaan. Je hebt een Facebookpagina opgericht erbij. Om niet je online presence kenbaar te maken. Maar los van de awareness. Hoe zie je verder dat deze stichting of en je page natuurlijk groeit hier? Want het is niet alleen voor lokaal, maar als het goed gaat, you wanna take the world by storm. For sure. Het is lokaal gestart en de page was ook vooral omdat ik in de tussentijd ook veel naar het buitenland ga, waardoor ik dus eigenlijk de page wil gebruiken om mensen te bereiken zonder ze fysiek te zien. Ik heb uiteindelijk dan ook een Facebookgroep waar ik dus bepaalde dingen deel en het is eigenlijk een community gestart. En dan met de bedoeling uiteindelijk om bijvoorbeeld een van de dingen waarmee we bezig zullen zijn, is om jongeren eigenlijk de kansen te laten zien. Eigenlijk breder te denken. Als ik dan kijk naar mijn ervaring in het buitenland en ze dan China gestudeerd vanwege mijn werk als model in verschillende landen van de wereld, dan heb je een andere kijk op zaken. Je hebt dan niet alleen maar, ik zie dan niet alleen maar hoe je Suriname beter kan maken, dingen die we beter kunnen. Maar je hebt ook extra waardering ervoor. In mijn ervaring praten we vaak een beetje negatief over Suriname. Alsof de ergste dingen alleen hier gebeuren. Of hier gebeuren. Terwijl het erger kan zijn in andere landen of erger is. Mm-hmm. En wanneer je dus in die mindset blijft over negativiteit, eigenlijk een inferiority complex, dan is het moeilijk om je uit bepaalde situaties te halen. Dus dan met de bedoeling dus dan om jongeren bijvoorbeeld te laten zien van hé, er zijn andere mogelijkheden. Weet je, als je alleen maar de leerkrachten ziet en zo, dan zag je vaak van oké, wat wil je worden? Leerkracht. Maar er zijn ook heel veel andere dingen. Het feit dat ik bijvoorbeeld model ben, internationaal, dat is iets dat niet veel mensen
doen. Vooral niet van Surinaamse afkomst, hier geboren getogen. Dus dat is dan alvast een voorbeeld. En zo heb je vele anderen en dan wil ik ze dus highlighten dat er gewoon legitimate, successful stories precies. Of people of Surinamese descent die het gewoon hebben gemaakt in de hele wereld. Een soort van mini-carrière tour. Mm-hmm. En dan de verschillende bedrijven en carrières gaan, zodat je van tevoren al een goed beeld hebt. Bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk op jonge leeftijd denken van, hé, wat wil ik doen? Wat wil ik later worden? Want wat ben je eigenlijk? Ja, dus ik ben Human Resource Management gaan studeren. Maar in feite is wat me het meest interesseert is psychologie. Mm-hmm. Maar op jonge leeftijd dacht ik van, wat ik op tv zie, dat je moet zitten en mensen problemen luisteren. En toen dacht ik van, boy, ik weet niet of ik dat aan kan, om dat elke dag te doen als mijn job. Dus zo ben ik dan andere richting opgegaan en ik dacht van, HRM is toch wel goed, want je bent toch met mensen bezig. True. Maar... En je hebt ook wel wat problemen, want dat was zelf niet voor de gek houden. Ja, zo problemen. Maar dat trekt me nog steeds aan. Ik ben de hele dag, elke dag gewoon bezig om in te lezen over psychologie. Dus als je dat eigenlijk van tevoren al weet, dan kan je dan ook weten welk pad op te gaan. En wat de mogelijkheden zijn. Want er is veel meer dat je kan doen met psychologie dan gewoon zitten naar mensen problemen luisteren. Dus, I get you. Oké, je hebt je stichting opgezet, je hebt je doel, je bent al mooi op weg. Je hebt een, als we even moeten terugkijken, een influencer en een digital creator naar hier gehaald. Je hebt eigenlijk basically Facebook op zijn kop gezet, want het is een succesverhaal om iemand te zien die zo zijn passie voor ons land heeft gedeeld en ook gewoon zelf het heeft gemaakt en zo de wereld rondgaat. Wat zit nu nog, of op kort termijn, of misschien zelfs ook op lang termijn, in het verschiet voor Black Success Suriname? En hoe, dat is vraag 1, en dan ga ik direct die tweede vraag stellen, voordat het te lang wordt. Als iemand nu zou kijken en zeggen van, oh my god, ik wil ook helpen hierbij. Hoe zouden ze dat kunnen doen, of hoe zie jij dat werken? Wel, als eerste ga ik even de tweede vraag beantwoorden. Ik ben heel makkelijk te bereiken. Als je op mijn page gaat, Super Sharda, dan kan je gewoon klikken WhatsApp. Sturen, tekst. Niet direct bellen, sturen even tekst. Dan contact maken over mensen, benaderen me. En organisaties ook, de overheid ook, heeft ook steun toegekend aan de organisatie. En dat stel ik heel erg op prijs. Dus we kunnen dan praten en kijken hoe we dat verder kunnen doen. Daarnaast de eerste vraag, op korte termijn, is dus eigenlijk om dit waar we dus mee bezig zijn momenteel, met hoe we de Maya, om dat dan verder te trekken. Verder trekken in de zin van bijvoorbeeld, hij heeft een paar Surinamers de kans gegeven om dus naar Afrika te gaan, continent Afrika. Eigenlijk hebben we hun eigen land gekozen en dan, dat ga ik dus allemaal organiseren. Nice. Dus het is dan eigenlijk focus op jouw weten van waar jouw Afrikaanse voorouders vandaan komen, hoe het leven daar is en te kijken, de connectie. En eigenlijk, weet je, het gaat erom om beter te weten van waar je komt. Om zo beter te snappen wie je bent en waar je naartoe moet gaan of waar je naartoe kan gaan. Definitely. Dus ja. Definitely. Girl, you're doing great stuff. Thank you. Nou, ik vond het fijn dat je bij me was en dat je me hebt verteld waarmee je bezig bent en wat je gaat doen. And it sounds very promising. And since you're Super Sharda, moet het sowieso lukken. En ik ben je enorm dankbaar dat je tijd hebt gemaakt om toch even langs te komen. Hartelijk dank voor de invite en ook gewoon voor jou als vriendin. Waarvan jij bent altijd op Facebook one of my biggest supporters. Weet je, nou. Als je me ziet, like, hard, alles, direct. Alles heb ik niet eens gelezen. Het doet zoveel. Gewoon een gebaartje. Dus ik stel dat heel erg op prijs. En dat we elkaar zo lang kennen en kijk waar we allemaal zijn, is lovely. Girl, I love it. Thank you. We got this. Het was een high five, niet? Okay. Yes. And it looks tacky. We got this. Can I get high five? Yay! Yes. Nou, ik ga afsluiten. Maar nogmaals, bedankt voor het komen. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Sharda John, a.k.a. Super Sharda, bij ons in de studio. En zij heeft haar eigen stichting Black Success Suriname opgericht. Omdat zij gelooft dat je, als je een positieve twist zet in plaats van een negatieve twist, you can change your mindset and believe that you can achieve greater things. En het niet alleen is weggelegd voor mensen in het buitenland, maar zelfs ook voor de locals vlak hier in Sweet Suriname. Als je haar wil volgen, ga op Facebook. Ze heeft haar persoonlijke pagina, Super Sharda. Ze heeft ook haar Black Success pagina. So hit the like button, hit the follow button. Stay updated, stay informed. En nogmaals bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q time. Thank you.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.